bij ons Annemie. Ik heb limonade en chocolade. Ik breng in het leven een beetje plezier. Snoep, smoke en bier, dat vind je hier. Ik zorg voor een zoet en een hartige beet. Maak dus maar gauw je centjes gereed. Weg met die ruzie en strijd allemaal. Doe net als ik, hou je neutraal. Jongens, kom hier, zoek bij mij maar je troost. Schenk nog eens in, vooruit jongens, proost. Kom jongens, schenk in, vooruit, proost jongens op je gezondheid hoor. Vredesdiscussie bleef een illusie. De volken bestrijden elkaar deze tijden zo jong als oud. Het is lood om oud ijzer. Wij zijn wel wijzer. Wij eten niet dom op zijn hoofd, maar een bom uit het pekels uit. Koop limonade en chocolade. Ik breng in het leven een beetje plezier. Snoep, smoke en beer, dat vind je hier. Ik zorg voor een zoet en een hartige bier. Maak dus maar gauw je centjes gereed. Ach, weg met die ruzie en strijd allemaal. Je doet net als ik, hou je neutraal. Jongens, kom hier, zoek bij mij maar je troost. Schenk nog eens in, vooruit jongens, proost. Ik breng in het leven een beetje plezier. Snoep, smoke en bier, dat vind ik. Nog eens even inschenken, jongens, op onze gezondheid, jongens. De soldaat Kruidnagel E. stond in het middernachtelijk uur op de markt in zwaar benevelde toestand, terwijl hij oorverdovende pogingen aanwendde om een lied te zingen dat aanvangt met de woorden: O, was ik maar nooit getrouwd. Wat heb jij daarop te antwoorden? Ja, kapitein, de zaak, om kort te gaan, was deze. Wees dan kort. Je bent anders ook niet zo op je mondje gevallen, hè? Jij had toch verlof gekregen om te trouwen? Ja, kapitein, ik ben niet getrouwd. Waarom niet? Ik heb het bij mezelf overlegd, kapitein. Ik heb tegen mezelf gezegd, wat moet je nou met een wildvreemd mens beginnen, wat geen familie van je is, nietwaar? Dat loopt altijd mis. Bij ons thuis is dat ook altijd donder geweest, kapitein. En toen zei ik tegen mezelf, nou, als je dan toch moet zuipen, dan begin je maar met zuipen. En dan blijft het zuipen. Ja, ik... Het is in orde, je kunt gaan. Ja. Binnen! Kapitein, dat is luitenant Berghagen. Ah, laat de luitenant binnenkomen. Binnen wil komen, luitenant. Mooi, dank u wel. Tafel, luitenant Berghagen. Aangenaam, meneer Berghagen. Gaat u zitten. Dank u. U komt ons dus in dit nest gezelschap houden. Tja, dienst is dienst, kapitein. Maar dat zal u wel meevallen. We zitten hier een kwartier van de Belgische grens. Er is altijd wat aan de hand. Mm. Beschikt u nogal over tact, meneer Berghagen? Nou, dat gaat nogal, kapitein. Oh. Hoezo? Nou, de jongens zijn hier nogal eigenaardig, hè? Onder ons gezegd, een raar stelletje. Zo. Ja, ze zijn niet voor een kleintje vervaard, maar in de grond hele goede kerels. Je moet alleen weten hoe je ze aanpakt. Ja. Nou, ik ben het opvoeden gewend, kapitein. Zo. Wat is uw beroep? Ik ben leraar op een meisjes-HBS. Oh. Oh, dan hebt u het hier best getroffen. Wat ik vraag wou, kapitein. Ja. Is er al voor mijn kwartier gezorgd? Ja, dat kwartier, dat is in orde. Dat is... U bent ingekwartierd bij... Kunt u mij maar volgen, meneer Berghagen? Kijk eens, dit hier is uw kamer. Ik hoop dat u zich hier thuis zult voelen. Nou, dat zal wel lukken, meneer Smit. En dit is onze trouwe Mina. Die zorgt voor alles. Heel aangenaam, Mina. Meneer? De Berghagen? Dank u zeer. Meneer? Hmm. Zet de koffer, meneer. Oei. Op Janne weer de zanige. Al die dienst.
dienst. Jij moet nodig klagen voor dat beetje boulangeren wat jij doet. Is dat dan niet belangrijk? Bestaat er iets belangrijkers in de wereld dan eten? He? De weg naar het hart gaat over de maag. Het Napoleon gezegd. Nou, stil dan maar, we zullen je belonen. Hier, jij een fijn sigaartje. Nou? Merk Napoleon. Die goed? Nou? Best. Ja? Doe me. Ziet er goed uit. Wat je vindt? Ja. Hier, jongen. Sigaar? Ja, nee. Zandblad. Zit te genieten. Hé, wat een soffies. Bliksems nog toen, dan heb ik mijn goede sleutel in Amsterdam laten liggen. Tje, er zal een smet bij moeten komen. In orde, Luid. Luid? Ja, wat is er? Het is eigenlijk niet nodig. Wat bedoel je? We hebben hier alles bij de hand. Ja, hoezo? Ogenblikje. Eindelijk klaar met je grimassen? In orde, Luid. Hij komt al. Ja, binnen. Luid, dat is Jan Adriaanse. Maar in de kopie hebben we hem de bijnaam gegeven van de mooie. Zo. En verder? Nou, Lips. Er staat een koffer. De sleutel is weg. En die moet open. En dan moet jij helpen. Vooruit. Kom maar. Dat is de koffer. Dat is? Voor jou een klein kunstje, mooie. Kinderwerk. En, wat denk je? Zou het gaan? Reken maar uit. Hey, hang maar. Ja, kom. Ja, dan moet je zich eerst even omdraaien. Waarom? Nou, wegens beroepsgeheim. Oh, neem me niet kwalijk. Voor de bakker. Nou, dat is werkelijk kolossaal. Oh, de sloten zijn niet eens beschadigd. Man, je bent werkelijk een kunstenaar, hm? Ja, dat zeggen de kranten ook. De kranten? Hoezo? Altijd een goede pers gehad, luitenant. Mm-hmm. Zo. Nou, dankjewel. Gaan jullie gang maar. Luit. Luit. Kom dan, een biertje. Hier zo. Kom dan. Een biertje. Dankjewel. En niet verzadigen. Nee, komt er nog. Wat een biertje. Proost, Mac. Daar ga je, hoor. Proost. Zeg maar, wat heb ik gehoord? Is er een nieuwe luitenant bij de compagnie? Jouw je zorg. Ja? Knap knulletje. Weet ik veel, ik heb geen verstand van mannen. Ze zeggen dat ik moet een dienstklopper wezen. Ja. Nou, dat zou wel loslopen. Ja, misschien leert hij jou wel wat af. Mij valt niks af te leren. Oh nee, ik moet hem toch eens zien, die luitenant. Zo wil je soms met hem aanpappen, hè? Wat jou dat dan? Omdat ik het niet hebben wil. Jouw wil staat buiten de deur.
Je weet toch wat we afgesproken hebben? Spreek zoveel af, kan ik niet allemaal onthouden. Je weet toch dat ik van je hou? Weet het niet. Hij zit weer verder, hoor. Doe niet zo kinderachtig. Het is geen kinderachtigheid. Ah, nee. Hey, zeg, laat jij die meid met rust, hè? Heb jij wat over die meid te zeggen? Ik wil, joh. Als je dan weten wil, heb ik ook een afspraak met haar. En dat geloof ik nou eens niet, hè? Nee, hè? Nee. Daar heeft ze net een goede smaak voor. Nee, omdat jij zo mooi bent. Je hebt een smoel als een aap. Zet er nog eens. Zet maar uit! Ja, kom maar dan zeker niet te laten beledigen. Wel, verdomme, wie is er nou eigenlijk begonnen? Ja, afgelopen! Je wil nog niks meer van horen. Uit! Dat was een generaal, heeft ze. Toch ben je van mij. Van mij? Wat zijn mijn beloofd? Beloofd. Ik heb niemand dat beloofd. Jou niet en jou niet en jou niet. Fietje, en jou niet. En ik dan Fietje. En ik dan Fietje. En ik dan Fietje. En ik dan Fietje. Niemand van jullie hier hoor. Want mijn hart slaat voor de hele compagnie. Mijn hart slaat voor de hele compagnie. Dat gedaas is de dwaas. Ach, hoe kom je erbij? Wie heeft recht? Dat hij zegt, toch hoort ze van mij. Heb ik jou dat gevraagd? Heb ik jou uitgedaan? En stel je er heus niks van voor. Hoor, want mijn hart slaat voor de hele compagnie. Ik zou niet weten wie ik moest kiezen. Of ik Jan of Piet of Kruis of Malfi zie. En mijn hart zal ik nooit apart verliezen. Ik blijf met ieder goede vriend en ik heb een koers bepaald. Als hij maar niet te veel vocht en op zijn tijd bepaalt. Ik maak geen verschil met deze of met die. Want mijn hart slaat voor de hele compagnie. Een soldaat lijkt nooit kwaad, een onschuldig bloed. Dat is de straf, want pas op, het is gevaarlijk bloed. Die is verloofd en die getrouwd. En toch zegt die ijskoud dat hij enkel van jou schudden wordt. Maar mijn hart slaat voor de hele compagnie. Ik zou niet weten wie ik moest kiezen. Of ik... of ik ruik de bouwpoëzie. Mijn hart zal ik nooit apart verliezen. Blijf met ieder goede vriend. Ik heb mijn koers bepaald. Als hij maar niet te veel vocht en op zijn tijd bepaalt. Ik maak geen verschil. Deze met die, want mijn hart slaat voor de hele compagnie. Heus, ik wil geen verschil het zijn met groot of klein. Het zij een recruut, corporaal, kapitein. Ik gun aan ieder zijn deel. Heus, ik hou van elk evenveel. En ik geef je met het grootste plezier bier! Bier! Ja, maar bier! Mag ik? Mag ik? En hier is meneer Roels. Die zich als piano-virtuoos nog verdienstelijker maakt dan als kwartiermeester. Als ik geen dag kan dat maken. Meneer Beethoven. De heren allemaal aan elkaar voorgesteld, hè? Niemand vergeten. Nou, ik geloof Pierron. Ja, Pierron, oh, ja. Daarachter. Waar hangt die uit? Nou, die heeft het waarschijnlijk druk met de post. Oh. Wat doet hij? Oh, dat weet ik nog niet. Pierron is onze speurhond. Die is bij de postcensuur in Roosendaal. Oh, is dat hier zo noodzakelijk? Tja. Oh, daar is Pierron. Het is mobilisatie, denk ik wel, heer. Ik moet niet vergeten, er wordt overal lustig gespioneerd. Hoor. Ja, dat is zo. Kapitein. Pierron. Heer. Pierron. Onze nieuwe aanwinst, meneer Berghagen. Aangenaam, Pierron. Mag u misschien even alleen spreken, kapitein? Natuurlijk. Ogenblik, heer. Ja, excuseer me even, ja. Ja, ja. Zit meneer Berghagen. Dank u. Hoort u? Ja, heer, graag. Hij is zeker weer wat op het spoor, die Sherlock Holmes. Nou, oh, dan moet je het zeggen. Pierron is zo dom nog niet. Ach, kom. Pierron overdrijft. Nee. Er wordt overal druk gespioneerd. Ik heb zoiets meegemaakt op Sumatra een keer. Op Sumatra? Mm-hmm. Hoe lang was u in India? 4 jaar. Mm-hmm. Ja, ik ben op het ogenblik met Europees verlof. Oh, dat draft u toch heel slecht in deze mobilisatie. Ja. Dus je gelooft werkelijk? Ja, alle draden komen hier samen. Volgens de laatste berichten van de geheime dienst zijn er bij Antwerpen spionnen over de grens gekomen. Maar wat willen die dan toch hier? Wij zijn toch een neutraal land? Ach, in vredestijd wordt dat wel geknoeid. In ieder geval moet u de geheime stukken zo vlug mogelijk doorzenden. Hier kunt u ze niet houden. Goed, Pierron. Ik zal er morgen met de majoor over spreken. In ieder geval dank ik je.
Hoi. Nou, drinken jullie het nou af? Denk dan, hoor. Mondje dicht. Moet je op mij vertrouwen, hoor. Heb je nou wel ruzie? We zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje? Moeten wij nou ruzie maken? Een sigaartje, Malfie. Ja. Ja, ik ben mijn sugar. Zet je sigaar maar weer op. Nou, ik zit er toch geen twee keer achter elkaar in laten lopen. Zou je geen twee keer lukken ook? Dan zal ik jou toch bewijzen dat ik het goed met je mee. Dat moet wezen. Kastelein, ja? Eens een sigaar voor Malfie. Zeg eens, wat leuter je nou eigenlijk over sigaren? Ach, een lolletje van je vriend Piet. Alsjeblieft, Malfie. Ja, wie trakteert, hè? Nou, dat is een sigaartje. Lucifer. Kijk eens. Heerlijk. Hey, jongen. Nou, vertel nou eens, je wou er wat vertellen, ik weet nog niet. De vorige keer kreeg ik een sigaar van Piet. En ik trek. Wat denk je dat het was? Wat was het? Nou, kan ik me best voorstellen wat het was. Een klap sigaar. Ja, wat aardig. Hoe heet jij? Marietje Smit, meneer. Zo, ik ben luitenant Berghagen. Ik ben hier bij jullie ingekwartierd. En, studeer je hier altijd zo vlijtig in je eentje? Ik studeer niet alleen, meneer. Mijn lerares is hierna. En is die zo verschrikkelijk streng? Nee, meneer, ze is erg lief. En, is u over Marietje tevreden? Gaat goed vooruit. Ik denk wel dat ze u binnenkort iets goeds voor zal kunnen spelen. Ja. Wat is dat? Als je nog flink je best doet en heel hard studeert, nou, dan speel je over een paar weken de opstel. Ja, meneer. Buitengewoon, meneer Berghagen. Dat is prachtig. Oh, schitterend. Dan neemt u me niet kwalijk. Nee, natuurlijk niet geheel. Mag ik even voorstellen? Luitenant Berghagen. Juffrouw Leeuwendaal. Je praat om met uw kennis te maken. Juffrouw geeft Marietje les. Oh, zo zo. Marietje, kom kindje, het is tijd voor de school. Dag, meneer Berghagen. Dag, zes. Dag, je vernoemen. Dag Marietje, goed studeren van de week, hoor. Ja, juffrouw Nora. Kom, kind. Nu, dag, luitenant Berghagen. Tot ziens. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik uw les onderbroken heb. Absoluut niet. U hebt me zeer goed vervangen. Bent u muzikus? Nou, dat wil zeggen, niet van beroep. Oh. Nou, u houdt van muziek. Oh, dol veel. Ik ben trouwens ook een vaste bezoeker van het concertgebouw. Tja, dat missen we hier. Ja, zegt u dat wel. Houdt u van Beethoven? Beethoven, kolossaal. Het eerste gedeelte van de sonate pathetiek. Mooi. En de Mondschijnsonate. Thank you.
Tja, is erg mooi. Oh, het is zo laat. Neem hem niet kwalijk. Ik had nog graag even gebleven, maar ik moet nog een paar lessen geven. Het is jammer dat u nu al weg moet. Maar ik hoop dat we elkaar hier dikwijls zullen ontmoeten. Dat we nog eens gezellig over muziek kunnen spreken. Tot ziens dan. Waarde Jan, kom om 9:00 bij de Lindenboom. Ik moet je spreken, maar zeg niks aan Piet. Fietje. Waarde Piet, kom om 9:00 bij de Lindenboom. Ik moet je spreken, maar zeg niks aan Jan. Fietje. Hé, jongen, hoe is hier? Ja? Die brieven die moet je even voor me wegbrengen, hè? Die geef je aan Jan. En deze geef je aan Piet. Maar denk erom. Niet zeggen dat je van mij komt, hoor. Nee, ik ook wel. Zo. Hier, dat is voor jou, voor de boodschap. Ja, komt wel. Hey, Mappie. Dag, Fietje. Gaat er mee? Gaat wel. Mooi weer buiten, hè? Mooi weer om een wandelingetje te maken. Nou, wandel. Nou, loop een eentje mee voor de gezelligheid. Nee, ik mag niet zo laat op straat van mijn vader. Ach, maar geen onzin. Wou je me vertellen dat je verliefd op me was, man? Ik? Ja. Ik praat niet over liefde. Nee, valt me nog mee van. Ik heb je wat belangrijks te vertellen. O ja. Vertel eens, wat dan? Nee, dat kan hier niet. Ik heb een verrassing voor je. En ga nu even mee. Appie? Je liegt? Nee. Ja, je liegt. Nee, ik kan niet liegen. Nou, krijg je zin. Met 20 minuutjes langer niet, hoor. 10 minuten is ook al genoeg. Goed, ga met je mee. Wat zoek jij hier? Jij hier. Dan jou nog zeker niks aan? Jou toch zeker ook niet. Nou, smeer nou alsjeblieft. Ja, voor jou niet. Oh nee? Nee. Heer. Ik zeg goedenavond, heer. Gaat het goed zo? Wat een
ordinaire lui. Ga je mee, schat? Papieren wegbrengen. Wat denkt u van Berghagen? Berghagen? Die nieuweling? Nou, juist daarom. Bij hem zullen ze de papieren niet zoeken. U weet dus wat u te doen hebt, meneer Berghagen. Ja. U vertrekt om 9:00. U kunt gebruik maken van een motorfiets. Denk erom, deze papieren zijn van het hoogste gewicht. Praat er dus met niemand over. Spreek vanzelf, kapitein. Dag, Fietje. Ja? Zeg, Fietje. Is er? Nou, ik wou eens vragen, ben je nog kwaad om dat van gisteren? Ik weet niet wat je bedoelt, hoor. Nou, ik dacht zo, ik meende zo. Wow. Jullie kunnen vechten net zo hard als je wilt, zal mij bezorgd zijn. Zeg, Fietje. Het is er. Handjes thuis, hoor, denk erom. Maar deze keer is werkelijk de mooie begonnen, hoor. Altijd precies hetzelfde. En de mooie zegt dat jij begonnen bent, altijd hetzelfde liedje. Jullie moesten schamen, dat moest je. Dan zal ik stikken, Fietje, maar ik schaam ook. Ach, als jij nou maar weer goed op me zou willen zijn. Nee, al word ik 100 jaar, zal ik nooit meer een poot aan iemand uitsteken. Een biertje, Fietje? Hé, suffer, kan je een beetje uitkijken? Is daar mijn poot? Je zult het doen. Oh, neem me niet kwalijk, dat weet ik toch niet. Fijne jongen. Mag rustig op mijn voet staan, hè? Ook alles. Ogenblik. Jammer dat je niet even eerder bent gekomen. Juist, dat is jammer. Wat wat doe jij hier eigenlijk, Kruidnagel? Ja, luister, ik moest naar het dorp, ben ik op de fiets door het bos gegaan. Ik moest een boodschap doen en heb ik een lekker band gekregen. En toen heb ik het lekker bandje maar even
gerepareerd in het bos, begreep je. Oh. Ook maar direct naar het dorp om verslag uit te brengen. Mag ik misschien meerijden achter op de motor? Op de motor? En je fiets dan? Ach, die kan wel op de twee benen naar huis te gaan. Kruidnagel, kruidnagel. Ja, luitenant. Alzo, dat is mislukt, idioten. We konden toch niet weten dat de andere kerel in de buurt was? Goed, deze keer zijn wij de ezels. Stel je direct de verbinding met B25. Hij moet direct uitvinden wat er met de papieren gebeurt. Ja. Kom mee. Wat denk jij ervan, Piron? Op een of andere manier moeten ze contact gehad hebben met de compagniekapitein. Ja, dat lijkt mij ook. Wat bedoel je? Ik heb een vermoeden, kapitein. Vermoeden? Hoezo? Ja, zeker, meneer heren, een vermoeden. Ja, maar lijkt me onder deze omstandigheden. Meneer heren, ik dring erop aan dat jullie de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht neemt. Vooral geen dienstzaken bespreken met burgers en geen onnodige betrekkingen aanknopen in het dorp. Maar, kapitein, heren, neemt u me niet kwalijk, kapitein, dat ik wat laat ben. Ik lag op bed, ik heb me dadelijk aangekleed en ben hierheen gekomen. Ga zitten, Farrell. Dank u. Weet u, het lijkt me onder deze omstandigheden dat het niet gaat. Bij al die haast heeft hij toch nog kans gezien zich behoorlijk te soigneren. Afijn, om kort te gaan. Ja. Ik spring op de spion af. Ja. Ik geef hem een hengst. Boem. Dood. Jongen. Ik draai me om. Ik grijp de tweede spion. Ik geef hem een map. Dood. Nou en? Jongen, jongen, jongen. Hoe bestaat je? Ja. Wat een temperament, hè. Zeg, daarom hoef je je poten niet op mijn knieën te zetten. Nou, hè? Dan nog verder. Ja. Ik help natuurlijk de luitenant overeind. Ja. Zet hem op de motorfiets. Ja. Ik spring achterop. En we rijden naar het dorp. En die twee dooien? Nou ja, die hebben natuurlijk de benen genomen. Nou, gaan jullie niet mee? Nee, ik moet hem nog even hebben. En jij? We moeten elkaar nog even hebben, hè? Ik snap het al. Hoi. Hoetje? Jij moet er nou zo doorgaan met die fietje. Wat jou dat dan? Eén van ons tweeën zit te veel. Dan smeer jij hem dan. Je laat hem uit met rust. Of anders? Wat anders? Jij krijgt mij niet meer uit mijn hok. Akkie. Wat heb ik nou aan elkaar gehad? Kruidnagel, als ik even in de reden mag vallen, waarom schreeuw je zo? Huh? Nou, je hebt het er even flink verteld hoor. Had ik niet achter je gezocht. Het is mijn tante. Ach, het is niets bijzonders. Oh. Nee, ze is een beetje zenuwachtig. Oh, een beetje. We hebben een beetje oneenigheid gehad met elkaar. Een beetje oneenigheid? Ze heeft vannacht koude voetjes in het bos gehaald. Hm. Ga uit mijn ogen, heren, dan kan ik je weer gooien. Ga uit mijn ogen, zeg ik. Ja, dat ging, Moppie. Dan
gezicht eraan. Hier zeg ik. Kom, oh, hey. Denk om mijn gezicht erbij. Ja. Raak. Komt daar eens aan. Nee, nee. Au. Een trap naar de machine. Oh. En wat is daar komt hij, daar komt hij. En een huis met 10 kamers. En munitiemagazijn. Oh, oh. Leef jij nog? Hé jongens, wat is eigenlijk met jullie aan de hand? Spelen jullie schuil op? Hier wat anders. De meisje heeft hem afgeschreven. Ja, dat komt onderuit, dan kunnen we zien wat we zeggen. Ja, komt onderuit. Ja, als we kunnen. Wat is nou eigenlijk aan de hand? Wat scheelt jullie nou eigenlijk? Nou, die wijven hoor. Dit is me wat. Hé, allemaal tuig. Zeg maar. Ja? Over vrouwen gesproken. Ik heb alles te pakken gehad van een vrouw. Ik? De vrouw heeft het altijd te pakken gehad van mij. Dus je hebt ondervinding. Nou, nee. Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben ook geen stommerd op dat gebied, maar... Er zijn toch meisjes waar ik niet te vaak mee durf te maken, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Je moet direct op je doel afgaan. Als ze nee zeggen, dan is het ja. En als ze ja zeggen, nou, dan is het vanzelf ja. Ja, flauwekul. Nee, nee, geen flauwekul. Het juiste woord op de juiste plaats, op het juiste moment. Je zal zien, dan hangen ze direct aan je hals. Ja, of je krijgt een tik op je wang. Ja. Nee. Nee, je moet in de eerste plaats weten te imponeren. Je moet je een houding weten te geven. Je moet een zedelijk overgewicht weten te krijgen. Ja. Yeah. Begrijp je? Ja. Yeah. Nee, eigenlijk geen bal. Dan zal ik je eens aanschouwelijk voorstellen hoe je dat moet doen. Met de manoeuvres erbij. Hier, hou mijn sigaren even vast. Kraatnagel, ja, ik heb er nodig. Nee? Ja. Dan zullen we hem eens laten zien hoe je een vrouw moet veroveren. Dan ben jij het meisje. Ik? Ja. Ik het meisje. Lach nou niet zo stom. Ah, lach ik het meisje. Een meisje lacht toch niet zo? Hou op, staat de hinneke. We gaan hem maar hier even zitten. Op de fauteuil. Dat is een fauteuil. Pardon. Een beetje meer temperament. En een beetje op. Zo. Nou, let op. We gaan het beginnen. Ja. Aha, mevrouw. Welk een toeval u hier te ontmoeten. Ja, begin nou niet weer te lachen. Je brengt me helemaal uit, idioot. Idioot tegen een eerzaam jong meisje. Ja, kan ik nou verder gaan of kan ik niet verder gaan? Ja, als je nou een beetje op, ik zit op te wachten. Nou, waar ben ik nou ook weer gebleven? Jullie maken me helemaal in de war. Oh ja, ik weet het al. Ach, mevrouw, gij ziet er weer betoverend uit. Uw blauwe haren en uw blonde ogen hebben mij wederom bekoord. Mag ik uw lief poezelig handje kussen? Ach, wat een heerlijk handje. Er zit zand op. Ja, ga nou op met je gelach. Nou, let op. Nou gaat het beginnen. Mejuffrouw. Oef, oef. Steek in mijn hart. Vanaf het ogenblik dat ik u gezien heb, loop ik rusteloos, op en top, af en aan. Laat mij toch uw lief poezelig handje in de mijne houden. Mejuffrouw, ik lig hier aan uw voeten geknield. Zeg me toch één lief woord. Ik heb u toch zo ziens lief. Ik zie uw mooi slanke lichaam steeds voor me. Uw blanke armen zijn als van de Venus van Milo. Ach, mejuffrouw, ik wil sterven om u te kunnen bezitten, mejuffrouw. Ja, zeg nou ook eens wat. Je laat mij steeds maar in de modder zitten. En ik moet steeds maar vragen. Jij moet toch ook minstens een beetje antwoord geven, idioot. Zeg, wat is dat nou allemaal voor gekheid? Is dat nou een spelletje voor grote kerels? Zullen je niks beters te doen? Nee, kapitein. Ja, kapitein. Dat dacht ik ook. Probeer toch liever een behoorlijk soldaat te worden, kerel. Ja, kapitein. Dat is afgelopen, hè, met die onzin? Ja, kapitein. Begrepen? Ja, kapitein. Zo dan. Nou, daar zijn we net doorgezwommen, jongens. Ja, het is toch een goede kerel, hè, die politie. Ja, dat is het. Ja, nou, ik bedank je wel voor de liefdesles. Stukje hoor. Dienst, stukje dienst. Je hebt het mijne van opgestoken. Hé, van opstoken gesproken. Ga je met mijn sigaar terug? Huh?
Hier. Moet je vuur hebben? Ja. Nou, dus je hebt het goed onthouden. Als je nou vanavond zo doet, zoals ik het je voorgedaan. Ja, wie de kou gaat voor een ander, die krijgt de deksel op zijn neus. Oh, nee. Zo je doet, zo je ontmoet. Hallo? Ja, wat is het? Berghagen, er is post voor. Oh, dankjewel. Hé, dat is aardig. Van mijn leerlingen. Dag, Marietje. Dag, juffrouw Nora. Dag. Dag, juffrouw Levendaal. Maakt u het? Dag, meneer Berghagen. Hebt u wel last gegeven? Ja. Zo, zo. We studeren een stukje in. Voor de verjaardag van de notaris. Is de notaris binnenkort jarig? Ja, volgende week. Zo. Wacht, ik zal weer gaan met die mantel. Is het goed, hè? Marietje moet er erg op blokken. Blokken? Ja. Ik zou ze heel prettig vinden. Het is nogal vlijtig, geloof ik, hè? Ja, dat wel. Zo. Het ziet er een beetje vermoeid uit. Werkt zeker erg hard? Ja, ik heb het erg druk. Moest wat meer de buitenlucht in. Als je het goed vindt, loop ik een eindje met u mee. Ik vind het erg vriendelijk van u, maar... Wat maar? Ik moet om 12:00 bij de ontvanger zijn om zijn zoontje les te geven. Om 12:00? Nou, dat klopt prachtig. Dan hebben we precies nog 1:30. Afgesproken? Nou goed dan. Kort, ik even een jas halen. Van de kinderen. Getrouwd. Ziezo, daar ben ik. Begrijp ik niet. Stakkers. Hup, hey! Ja,
is het ventje? Wat scheelt eraan? Mijn papi en mijn mami weg. Oh ja? Waar zijn ze dan? Waar kom je vandaan? Van die kant? Nee. Nee. Blijf je bij me, meneer? Ja hoor, ik blijf bij je. Ga jij maar met mij mee hoor. Kom maar. Zo, alle ver? Ja, leuk. Ach, mag ze. Hey, Mappie met een kind bij. Wat is dat? Dat nou? Als je me nou. Wat is er dan? Dat vluchtelingetje luidt. Kom je uit België, ventje? Ja, meneer. Ja? Ben je met spoor gekomen? Ja, meneer. Waar zijn je moeder en vader dan? Weg. Allemaal weg. Wat nou? Het lijkt me verstandig om er even naar de chef te brengen. Nee, nee. Wat nee? Wat is er nou met je nee? Wat wil je dan? Bij jullie blijven. Bij ons blijven? Maar dat gaat toch niet? Oh, luid, laten we dat kind bij ons houden. Wat naar een feestje misschien. Laten we hem bij de kopie inlijven, luid. Ja. Wie moet er voor hem zorgen? Ja, onder elkaar een beetje. Ja! Wil je bij ons blijven? Ja, meneer. Ja? Hij doet het maar, luid. Ja, luister naar luid. Goed? Ja. Dan blijft hij bij ons. Nou, fijn. Afmarcheren. Luitenant Berghagen heeft een kind. 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 Eén kind? Een half dozijn. Je denkt dus, Pierron, dat de verrader in onze directe omgeving is? Nog erger. Ik zou durven zeggen dat hij zich in ons bataljon bevindt. Onmogelijk, Pierron. Hoe kom je erbij? Verdenk je iemand? Dat kan ik niet zeggen, maar ik zou u willen verzoeken het gerucht te laten circuleren dat u de papieren nog in uw bezit hebt. Taxi! Hand! Eerlijk! Spijker! De straat is vol mensen. Binnen! Onze jongste recruit, kapitein. En wat ben je nou van plan, Berghagen? Nou, kapitein, ik zou hem erg graag bij me willen houden, tenminste als u er geen bezwaren tegen gaat. Ja, het is een heel ongewone situatie, maar ik heb er geen bezwaar tegen. We moeten toch in de eerste plaats te weten zien te komen of dat kind inderdaad geen familie heeft. Ja, ja, natuurlijk. Zeg, kereltje, wil jij bij ons blijven? Ja, meneer. En wat wou jij dan worden, manneke? Een echte soldaat. Een soldaat? Nou, dan ben jij voortaan de big van het regiment. Ja, meneer. Krijg je dan ook een mooi soldatenpak? Ja, dan krijg je een prachtig soldatenmuts en een mooi pak en een trommel en een trompet. Kameraadje, klein soldaatje, ik maak voor jou een sabel nou. Geef je een trompet, want je ontbreekt je net. Je krijgt van mij een steeg erbij en ik zorg voor een mooie trompet. Trommel is always must, roep, boom. Met trommels en trompetten, zo marcheren in de rij, de soldaten ons voorbij, die klanken die verzetten. Onze zinnen weer en telkens weer dan stemmen zij ons blij. Wie nog hard mag geen weerstand wie, als ze maar het taboertje ziet. Schetter der trompetten klinkt zo mooi voor jong en oud. Sabelt hier opzij, hoort er nog eenmaal bij. Een steek let goed getuigd van moed, dus jongen roer gerust de trom. Een roffel en voorwaarts mars. Met trommels en trompetten, zo marcheren in de rij, de soldaten ons voorbij, die klanken. Weerstand biedt, als ze naar de trompetten ziet. Met trommels en trompetten, door
Dank u, ik weet de weg. En dan gaan we hier naar het salonnetje. Hey, hè? Bakkie. Ja, wat is het? Hoeveel gebakjes krijg ik? Hoeveel? Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Twee? Ja, twee. Met slagroom? Met slagroom. Hallo, Berghagen. Hallo, luister mee. Zo, is dat je jongste? Ja. Dat is onze kleine Big. Hoe bevalt het jou bij de soldaten, manneke? Goed, meneer. Mooi. Hier, heb jij een dubbeltje. Ga jij maar wat kopen. Mooi. Nou, wat zeg je nou? Dank u. Dank u wel, meneer Hogedoor. Nou, dat is toch prachtig. Hij is aardig, hè? Brave jongen, hoor. Ja, natuurlijk. Een heel aardige jongen. Zo, nou. Geen mee, Hans. Dan gaan we naar binnen. Nou, adieu. Zo, tot ziens, hè. Zo. Dan gaan we heerlijk naar binnen. En dan zegt u dat. Klaar. Een glas warme melk, keuvel krijgen. Zo. Dat is Nou Hans, kijk eens. Kijk eens wat er staat. Eens even kijken. Hè? Dan mag je dan een hele fijne uitzoeken. Die. En die. Die ook. En die. Wat fijn, maar drie. Is dat niet een beetje veel? Ja. Geef je maar twee. Hè? Goed, meneer. Zo, Hans. We moeten nog een paar dagen voorzichtig zijn. Als we de papieren hebben, is alles in orde. Ja. Dag. Dan gaan we er heerlijk wat ruim in de serre zitten. Hé. Hey. Hé, hey, dan ben ik er. Hallo. Je van Levendaal. Ach, meneer Berghagen. Hoe maakt u het? Goed. Een lange tijd niet gezien? Nee. Vertelt u eens, de laatste keer dat we afgesproken hadden om samen te gaan wandelen, was u ineens spoorloos verdwenen. Ik begreep er niks van. Vond trouwens helemaal niet aardig. Ja, ik bedacht me ineens dat ik nog een afspraak had. Ja, ja, dat wist ik. U had een afspraak met het kind van de ontvanger. Ja, maar daarvoor had ik nog een andere afspraak. Zo, zo. En nu? En nu moet ik koffie drinken bij een vriendin. Weet u wat u nou doen moest? Uw vriendin laten wachten en hier gezellig met mij een kopje koffie komen drinken. Ze zat hier verrukkelijk koffie. Waarom zou ik dat doen? Nou, dan kunt u gelijk mijn nieuwe aanwind zien. Het kind is hier binnen. Het kind? Ja, u zult hem werkelijk heel, heel aardig vinden. Afgesproken, 10 minuutjes na. Ja, goed, maar niet langer. Tuurlijk niet, 10 minuten. Zo. Zo, dat is die. En joh, smaakt het lekker? Ja. Hoe heet je dat? De Berg. Wat aardig. Ja, ze heeft Piron gedoopt. Waar gaat u toch zitten? Dankjewel. Zo, drink zeker koffie? Ja, graag. En Hans, chocola? Nee, papie. Wat dan? Drinkwater. Wat zeg je? Drinkwater. Juffrouw, 2 koffie en een limonade. Hoe lang blijft hij bij u? Nou, waarschijnlijk voorgoed. Als er tenminste geen familielid komt opdagen. Familieleden? Maar is dat kind dan niet van u? Van mij? Wel nee, het is een Belgisch vluchtelingetje. Ach, een vluchtelingetje. Oh, wist u dat dan niet? Nee. Maar zou het dan niet beter zijn als u hem naar huis stuurde? Naar uw vrouw en uw kinderen? Vrouw en mijn kinderen? Wat bedoelt u dan? Maar bent u dan niet getrouwd? Trouwt ik wel? Nee. Ik ben nog vrijgezel. Ja, maar ik heb toch... Wat heb je toch? Nee, niets.
U moet me niet kwalijk nemen. Maar ik ben erg nieuwsgierig geweest. Hmm? U heeft een briefkaart in de gang. Alsjeblieft. Mooi, dank u wel. Dat is voor de kleine, zo. Dank u twee. Zo, alsjeblieft. Ja, ik heb een briefkaart in de gang laten liggen. Ja. Wat stond erop? Die heb ik gelezen. En er stond zoiets op van... de groeten van uw kinderen. En denkt u daarom dat ik... Wilt u mijn kinderen zien? Ja. Hier heeft u mijn kinderen. Alsjeblieft. Dat is mijn klas in Amsterdam. Ik ben namelijk leraar op een meisjes-HBS. Dus u versleept me eigenlijk voor een gezegende huisvader. Ja. Daar heb ik het nog niet gebracht. Hebt u ook kinderen, dus? Ik? Nee. Hebt u wel een zusjes? Nee, mannetje. Bent u helemaal alleen? Ja, denk je zijn helemaal. Hebt u een man? Nee, ik heb geen man. Zou jij met me willen trouwen? Ja, als ik groot ben. Nou, dat duurt toch een hele tijd, hè Hans? Ja. Trouwt u dan met papi? Nou. Weet je wat je doen moet? Heel vlug je limonade opdrinken, hè? Kleine kindertjes mogen niet zoveel praten. Dat is iets, papi. Nou, drink hem maar. Hij is schattig, hè? Ja, maar nou moet werkelijk gaan. Vriendin weet niet waar ik blijf, natuurlijk. Ik hoop dat ik u heel gauw weer terug zie. Misschien. Ik hoop het ook. Als we deur blijft vriezen, krijgen we een reuze ijsfeest. En dan kunnen we misschien afspreken. Ja, goed dan. Dag tante, komt u weer gauw terug? Zou je dat graag willen? Ja. Kunnen jullie dan daar bij ons blijven? Nee, dat gaat niet. Dat is zo erg druk. Nu tot ziens. Tot ziens. Afgesproken? Ja. Zeg papi. Ja, wat is er? Wat jammer dat die juffrouw weg is. Ja. Hoe vind je die tante? Net zo lief. Ja. Erg lief, hè? Ja. Bijna net zo lief als Hansje. Ja. Fijne jou. Is dat jou? Ja. Kan ik je even spreken? Ja, natuurlijk. Ja. Even ogenblik, hè? Jazeker, ga je gang. Nee, dank je. Wat heb je op je hart? Daar is ingebroken bij me. Wat zeg je? Ja. Je weet, ik ben Erik wat hier bij Leufkens. Ik kom dan straks thuis. De schrijftafel opengebroken. Alles ligt door elkaar. Ja, ik mis niets. Waarschijnlijk hebben ze iets bij me gezocht wat ik niet heb. Allemachtig. Ik ga direct met je mee. Kom. Nou, laat nou eens horen, Big, wat je geleerd hebt. Wat zegt de kolonel? Slappe wenden, bliksem nog toe. Nou, mooie dingen leren jullie de kinderen. Kom weg, om uit de wand. Ja, maar dat mag je niet zeggen, schat. Op jou zegt het toch ook? Wat een intelligentie heeft dat kind. Je mag niet zeggen wat ze je leren, schat. Oom Piet heeft gezegd in dienst voor je basement. Ja, maar lieve Oom Piet weet er niks van, hoor. Maar je moet dat kind niet tegen ons opzetten. Nee, jullie maken een schooiertje van dat kind. Zou tante Fietje je nou eens vertellen wat een echte goede soldaat is? Ja. Nou, een goede soldaat, hè? Die weet wat zijn plicht is. Ja. En die vecht alleen als het nodig is. Dat is een mooie, grote, sterke man. Net een mooie zanger, Piet. Nog mooier. Nog mooier, dat kan niet. Nou, moet je eens naar mij luisteren, Big. Weet je wat een goed soldaat ook moet kunnen? Een goed soldaat moet ook kunnen trompet blazen. Nou, moet je eens op mij letten, zal ik je eens laten horen. Het goed ook. Nou, heb je gehoord? Nou, dan moet jij het ook eens proberen. Zo wordt een soldaat gewekt, smorgens. Vooruit. Hé, hey, wat doe je daar? Huh? Opstaan, papi. Zeg, wie heeft jou dat geleerd? Een kruidnagel. Kruidnagel? Nou, je wordt een reuze soldaat. Ja. Wachtig. Zeg, wil ik je wel eens wat vertellen? Ja. Het is nog vandaag zondag. We hebben vandaag geen dienst. Ja. En dan blijven we dus lekker lang liggen. Huh? Ja. Weet je wat jij nou doet? Ja. Huh? Dan ga je weer gauw terug in je bedje. Best luid. Dag. Dag. Al slapen. Huh? Ingerukt. Ars. Mag. Dag.
Kato leraresje. Een heel klein stadje aan de grens. Een lesje hier en daar een lesje. Een eenzaam, jong, plichtmatig mens. Als zij haar taak geëindigd had en op haar kleine kamer zat, dan keek ze dromende naar de sterren die twinkend door het venster glas. Toen kwam de grote mobilisatie en de soldaten kwamen hier. Daartussendoor vol stoere gratie, soms een reserveofficier. En als ze op haar kamer zat, zo eenzaam in die kleine stad. Berghagen. Hoge deuren. Perol, we moeten maatregelen nemen. We moeten absoluut ingrijpen. De kerels zijn ongelooflijk slim. Maar die moeten we verdenken. Ogenblik. Hallo. Ja. Zo. Het spijt me, beterschap. Farrell meldt zich ziek. Farrell? Tante Fietje. Hou jij veel van Tante Fietje? Ja. Nou, ik ook hoor. Ome Piet. Ja. Zijn er net altijd zo verdriet als we van iemand houden? Ach, fijne lieveling. Je eens op zoek, hè? Ja. Lekker stukje chocola van de tante hebben. Goed dan. Lekkere zuurtjes. Waarom niet? Huh? Mag om Piet de zuurtjes hebben? En dan waarom om een Piet? Om Piet is ziek. Is hij ziek? Wat is er dan? Ja, hij kijkt altijd zo verdrietig. Waarom dan, schat? Hij kijkt zo verdrietig? Ja. Waarom? Wat moet tante dan doen? Tante moet bij hem komen, dan gaat hij weer lekker lachen. Nou goed. Wij samen naar ome Piet. Ja. Hè? Zullen wij proberen of hij weer lachen gaat? Ja. Goed. Hoor? Kom dan. Gaan we zitten. Hè?
Tante Fie? Ja. Dat is Tante Fietje. Fietje, ja? Ja. De kleine heeft me ongerust gemaakt. Oh. Ik heb Tante gezegd dat je bedoeld was. Nee, toch. Wat is er eigenlijk? Even, Fietje, ik wou... Ja, wat wou je nou? Ik... Wat ik? Huh? Nee, kijk, ik... En wat dan? Als... Als... Hier. Heb jij de lamp? Ga je buiten op schildwacht staan? Je moet altijd weg. Nou, nee, kijk eens, wij blijven toch bij je. Wij spelen mee met je, tante Fietje en ik, hè. En dit is een kasteel. En zitten wij gevangen. En dan ga jij naar buiten en je moet oppassen dat wij niet kunnen ontsnappen, hè. Ha, fijn. Nou, heb je nog wat te zeggen? Ja, Fietje, ga even zitten. Zit dan. Nee, Nou? Ik wou je, Fietje... Huh? Ik zal je vertellen, ik wou je zeggen... Ja, wat wou je zeggen? Kijk, het geval is dit. Ik ben altijd een slechte kerel geweest. Ik heb altijd gedronken, ik heb altijd gevochten, nietwaar? Tot. Huh? Tot jij bij me gekomen bent. Ja. Yeah. En heb gezegd dat ik het niet meer zou doen. Ja. Yeah. Nou, dat heb ik toen ook direct gedaan, natuurlijk. En nou, Fietje. Allemachtig, wat is het moeilijk om te zeggen dat ik van ja. Zo, dan ben ik het kwijt. Dus je houdt van me, hè? Ja. Ho, Berda. Zo, Beer. Wat is er? Er zitten twee gevangenen binnen. Oh ja, wie dan? Oh, Piet en Tante Fietje. Oh ja? Oh, geneer je niet? Moet oppassen dat ze niet weglopen. Oh, nou maak jij je maar niet ongerust hoor. Die lopen niet weg. Ha, schiet op! Binnen. Nu? Alles in orde. De papieren zijn bij een officier van de compagnie die ze heeft overgeschreven. En? Het compagniesbureau is in de waan dat de papieren gisteren al verzonden zijn. Maar dat is een list van Piron. In werkelijkheid gaan ze overmorgen pas naar de andere compagnieën. En wanneer heb ik die papieren dan? B25 zorgt dat ze morgenavond hier zijn. Waarom echt morgen? Omdat dat het gunstigste moment is. Morgen is de hele compagnie op het ijsfeest. Melken. Pardon. Pardon? Helemaal niet. Ik vind het integendeel heel erg prettig. Zo.
Zo, vooruit. Heb jij je mopje nog gezien, Kruis? Nee, die is er al niet. Oh. Nou, te wachten bij de big. En toen die oude kwaaie tovenaar zag dat de prinses verdwenen was, toen is hij zo kwaad geworden, toen is hij groen en geel geworden. En opeens is hij gebarsten van de gif. En toen die prinses, oom? Nou, die prinses, die kreeg de prins. En toen kwam er een grote bruiloft. Een reuze goppen met muziek en gezang en veel te nasje. En wat hebben ze dan gezongen, oom? Nou, mooie liedjes. Van de opera en van alles. Wat is van alles, oom? Zingt u eens een liedje? Oom, een mooi liedje voor je zingen. Zal jij dan zoet gaan slapen? Ga dan maar lekker liggen. Zo. Lig je goed zo? Zo, een beetje vasthouden. Dat was dus een heel klein soldaatje, zo'n klein soldaatje. Jongen, jij bent moe. Doe je oogjes toe. Ook soldaten moeten slapen. Kindje, vriendje, zelfs een generaal. Een man van groot gewicht. Die doet 's avonds graag een oogje dicht. Kleine man gaat dromen van sabel en geweer. Tijd zal eenmaal komen, dan doe je dat niet meer. Want jouw wapens zijn nog speelgoed. Ik hoop dat in het kort ook de wapens van de groten zulk speelgoed wordt. Voordat zich het mensdom in de afgrond stort. Geloof me, kleine vent, als je groter bent, gaat dat spelen je vervelen. Luister, luister, vrede en geluk, het blijft vooropgesteld. Dat bereik je nimmer met geweld. Te beslechten met het wapen, dat is in strijd. Met beschaving en rechtschapen begrip van deze tijd. Vrede, vurige weder, wordt eens werk.
zie toch die zwaaiende, draaiende, oolijke, vrolijke, schaatsende groepjes eens aan. Zie toch eens die spierende, gierende, jongens en meisjes als het ware op vleugels nog gaan. Toe, kom op de baan. Windjes gaat ze aan. Fijn heen en weer, probeer het een keer. Samen zo'n zwieren, wat wil je nog meer? Knussen met z'n twee op gladde ijs. Voel je als paard van een paradijs. Het boer niet toch een zwaaier. Vrolijk van zessen klaar, geef ze de ruimte maar. Fijn heen en weer, probeer het een keer. Samen te zweven, wat wil je nog meer? Met al die zeurende, treurende, plagende, klagende dingen, we voelen ons blij. Kom, doe ook eens wijs op het ijs, zet je blijde gezichten te zorgen tot morgen opzij. Wind je ijzers aan en kom op de baan. Fijn heen en weer, probeer het een keer. Samen zo zwieren, wat wil je nog meer? Knus met z'n twee op gladde ijs, voel je als paarden en een paradijs. Kijk hoe verliefd op een zwaaier, vrolijk van zessen klaar, geef ze de ruimte maar fijn en weer. Probeer het een keer, samen te zweven, wat wil je nog meer? Kijk nou die gluiper, dat stuk onderkruiper, die tweedehands brani, die eend. Nou alsjeblieft, hij is waarachtig verliefd. Misschien denkt hij nog dat ze het meent. Ik lach me half dood. Waar idioot. Heb limonade, warme chocolade. Zoek is het. Dat heb je hem schoen geflikt, manneke. Twee looien aan, dat die vrijer en is er nog kieper bij, joh. Dat moet de kolonel lieveren. Dan krijgt hij met die levenslang petit, manneke. Ach, ik heb helemaal geen schoonte om een arme zwakke vrouw zo te mishandelen. Mijn hart is gebroken. Al wat is echt, laat mij eens koud gaan. Kijk eens, generaal Boomer lacht, maar we kunnen het niet aan hem zien, hè. Kijk eens, Krabi Oranje, je hebt lekker, dan moet je maar stil blijven zitten. In acht, rechtsom, hier. Au! Dat is gemeen! Om iemand van achter een hand te vallen! Ja, kom hier! Vierende, vierende jongens en meisjes als paren op vleugels nu gaan. Doe, kom op de baan! Doe, kom op de baan! Tell me,
Schrijf alles uit over het kind. Mopie, draai hem open, jongens. Kom hier, ja. Ik ga er eentje mee drinken. Waar is de luitenant? Het kind is weg. Wat? Het is weg. Het is weg, nergens te vinden. Gewoon tot boer, het weggelopen, weet ik veel. Ga mee, ik zie jou direct wel. Niet op de Ik zou u toch graag iets willen vragen. Luitenant! Ja, wat is er? Zou wie hier in een ogenblik kunnen spreken? Ik moet niet wachten tot straks. Nee, luitenant. Het kind is weg. Zeg, ja, het kind weg? Ik ga direct mee. Wacht, ik ga mee. Ja. Hallo, wat bedoel je? Kletsen, ze hebben ons kind weggehaald. Kind? Ja. Kom mee. Ja, kom dan. Ja, wil je stil zijn? Nou, stil zeg ik je. Ja, anders. Opengebroken en de papieren gestolen. Moet direct de kapitein gaan waarschuwen. Nou, en? En? Ja. In de herberg is het kind ook niet. Moeten we nou beginnen? Moeten we nou in vredesnaam nog gaan zoeken? Luid, laat dat maar eens even aan ons over. Als je dat doen wilt, jongens. Ik vertrouw op jullie. Ja, kom maar. Ja, 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 ja. Waar heb je dat rijtuig gezien? Het is net mijn neus voorbij gekomen. In welke richting? Geen kant. Die kant? Geen kant. Dat is de weg naar de grens. Nogal wie is ze willen de grens over? Uit, jongens, hier. We moeten alles doen wat mogelijk is. We moeten alle grensposten telefoneren. Iedereen moet gefouilleerd worden. Stil. Kom. Ga weg, hier? Wat doe je hier? En die burger nog wel? Wat voer je uit? Ja, Pierron, ik... Ja, nou, vooruit, spreek op. Wat is er? Ja, je hebt gelijk. Jou kan ik het ook eigenlijk wel vertellen. Kom, ga met me mee naar huis. Goed, kom hier dan. Is B-25 gek geworden? Ons met het huilende marmel op te schepen? Hij moest het meenemen. Het kind had hem herkend. Dat zou hem verraden hebben. Binnen 20 minuten gaan we over de grens. Dan kan je dat kind ergens in bewaring geven. Waar het voorlopig niet meer vandaan komt. Jawel, chef. Stil! Hou je mond! Ze zijn ons ontsnapt, jongens. Dan nou, laten we toch maar even doorgaan. Over de grens, dat gaat toch niet, jongen? Nee, wie zit daar aan mijn kind? Huh? Laten we nog even het bos doorzoeken. Nou, oh, maar een zorg, maar het geeft toch niks. Nou, vooruit, nou, we gaan maar wie weet. Laten we maar gaan. Wat? Een spion? Ik? Wat een waanzin. Je hebt je zeer verdacht gedragen, Farrell. Hm. Je verdwijnt geheimzinnig in de nacht. Ja. Je loopt in burger. Ja, je hebt volkomen gelijk. Ik heb de laatste tijd een beetje vreemd gedaan. Nou ja, in normale omstandigheden zou het niemand opgevallen zijn. Maar ik kan jou wel zeggen wat het is. Ik ben getrouwd. Wat? Ja. Mijn meisje woont in Den Haag. Ja, dat wil zeggen, nu is ze mijn vrouw. Ze is een wees. Haar voogd was heel erg tegen het huwelijk gekant. Hij heeft zelfs gedreigd haar onder curatele te zullen stellen. En om aan die gemene geste van hem een eind te maken, hebben we vlug onze papieren laten komen en zijn we vandaag in stilte getrouwd. Kun je dat bewijzen? Ja, natuurlijk. Dat spreekt toch immers vanzelf. Dit is onze trouwakte. Help toch eens, ik. We kunnen toch niet in iedere boom klimmen? Voor dat kind vinden. Daar gaan we even lang naar moeten zoeken. Waar kan die jongen nou zitten? Dan laten we nou maar doorzoeken. Misschien zal het onze lieve heer een wonder gebeuren. Wonder, ja, met je wonder. Ja, natuurlijk. Hierheen. Je gaat morgen over die grens terug. En zegt tegen B-25 dat u morgen in Antwerpen moet zijn voor een nieuwe zaak. In orde. Ik wil mijn papie. En oma Alfie. Wil je nou stil zijn? Maar je vindt het toch niet. Ik ga toch niet weten. Waarom zou je nou niet weten? Maar ja, wat denk je dat?
Nou jongens, ik geef het op. Onze lieve heer helpt ons toch niet. Zullen we dan maar gaan, jongen? Gaan? Hm? En het kind dan? Moeten we het kind in de steek laten? Hm. Wacht eens even. Hm? Nee, niks. Niks. Hé, Noor. We moeten gaan. Hoe je dat? Toch een wonder. Vooruit, jongens. Hier maar één, een beetje gelegd. Deur is aan slot. Als ik wil. Wat het maar even naar mij over. Gewoon huistuin of keukenslotje, als ik niet zie stopen. Hoe gaan we dat beetje naar deur? Nou, zal je nou stil zijn? Want anders zal ik je dat... Wat anders? Een mafie, op! Hij zal stappen! Zo stappen, jongens! Help hem, Jan! Zo, help hem! Help hem! Help hem! Help hem! Help hem! Die is toch al buitenmeester. Zo jongetje. Had je niet gedacht, hè? Word er maar! Kinderen! Zo, die zegt niks meer. Zo, die legt ook op apengapen. Ja, ja, om de taal houden. Nou heb ik je, hè? Zo, nou heb ik je eindelijk. Maar ben jij lelijk? Neem dat jij zo mooi bent. Zeg. Zo, waar is het kind nou? Jongen! Oh, daar zit hij. Jongen, wat heb jij ons ongerust gemaakt? Jongen, wat heb je ons in onrust laten zitten? Nou, laten we hier niet meer alleen hoor, fijne. Ga weg. Ik bind hem allemaal vast, hè? Weg. Onze biggen. Onze biggen. Meneer heren, we moeten de kerel te pakken krijgen. Het is een schandaal voor het hele regiment. Hé, zo, we zijn er, jongens. Geef mij dat kind maar hier. Ja, ja, kom hier, voorzitter. Ja. En jij blijft bij die twee kerels, hoor. En je zorgt voor dat ze er niet van doorgaan, hoor. Oh, ben ik weer de slamiel? Natuurlijk. Moet ik weer oppassen? Kan ik weer de vieze koffietjes doen? Ach, hou je kop. Hou je kop, dicht. Dat moet je met mijn gezicht zeggen. Hou je kop, wat een brutaliteit. Moet ik weer oppassen? Ja, nou, wat moet je er niet mee? Denk erom, hoor. Van jullie met de koppen tegen elkaar. Eén ding is mij niet duidelijk. Wat heeft het kind met die hele zaak te maken? Stop! Kind. Wat? Ja, hier is het! Jongen, Hans! Jongen, waar ben je geweest, Hans? Wat is er gebeurd? Waarom ben jij weggelopen? Ik ben niet weggelopen. Mijn oma heeft me meegenomen. Meegenomen? Ja, eerst heeft hij wat in papi's kamer gezocht en toen heeft hij me meegenomen. Ken jij die oom? Ja. Is hij dan hier? Kijk maar, Hans. Kijk maar. Die oom. Wat? Hooggedoorn.
Wat heb je erop te antwoorden, Hogedoren? Maar kapitein, u zult toch geen kind geloven? Hij heeft me natuurlijk voor een ander aangezien. Niet dat hij het allemaal mondig gehouden. Nou, meneer Hogedoren. Goed, kapitein. Ik heb... Heeft zijn leven er mee ingeschoten. Weet je, toch zit er in die hele geschiedenis iets eigenaardigs. Je gaat met de mensen om, elke dag. En per slot weet je eigenlijk nog niet precies met wie of je nou omgaat. Dus Hogedoren was geen eens officier? Ach, nee, helemaal niet. De echte luitenant Hogedoren die schijnt een paar jaar geleden in Indië gestorven te zijn. Dat wil zeggen, ze beweren zelfs dat ze hem vermoord hebben gevonden. Maar hoe dan ook, de kwestie was zo, de pseudo-luitenant Hogedoren had de papieren in zijn zak van de echte. Dus die inbraak heeft hij natuurlijk ook verzonnen om de aandacht af te leiden. Ach, natuurlijk, dat hoor je dan. Enfin, de kwestie is nou zo. De papieren hebben we terug en de kerels zijn allemaal ingepikt. Wat willen we nou nog meer, hè? Ja, en ons kind, dat hebben we ook terug. Ja, het kind ook. Papi. Ah, daar heb je hem, de reuze boy, hè? Fijne jongen. Papi. Ja, wat is er, jong? Mag ik altijd bij blijven? Ja, natuurlijk mag je altijd bij papi blijven. Komt er geen lelijke man? Lelijke man? Die bestaat niet eens. Hè? Die komt zeker niet hier. Hè? Mag tante dan ook hier blijven? Of tante bij ons mag blijven? Ja. Als tante het wil. Ja. Als die man niet te veel kocht en op zijn tijd betaalt. Ik ben